Het is wel een stuk beter, een stuk mooier. Het is wel even wennen, omdat je anders gewend bent. Ja. Maar het is wel een stuk overzichtelijker nou. De weg heet officieel N261, maar Brabanders noemen hem wel de Midden-Brabantweg. Het is de weg naar onder meer de Efteling en woonboulevard Zandonk. De provinciale weg is ingrijpend op de schop gegaan. In de eerste plaats, als je in dit gebied een dagje naar de Efteling wil of naar de woonboulevard, dan ben je daar gewoon veel sneller dan voorheen. Alle stoplichten zijn verdwenen. En als je niet besluit om naar de Efteling te gaan, maar je gaat bijvoorbeeld naar de Loonse en Drunense Duinen, dan zie je in de toekomst meer reeën, meer dassen en andere natuur. Dat komt omdat er een hele mooie natuurbrug over de N261 is gelegd. Dus die Midden-Brabant-route die ziet er schitterend uit. Het is goed voor de natuur en het is gewoon hartstikke mooi omdat je heel snel op allerlei mooie bestemmingen bent in dit gebied. Gebruikers van de weg zijn in de nopjes, want lange files zullen nog maar zelden voorkomen. En het is vanaf nu stoplichtloos doorrijden naar het pretpark. Ja, hij rijdt goed. Een stuk fijner, minder file. Mooi ongelijkvloers. Ideaal. Ik vind het een fijne weg. Nieuwe weg, prima weg. Helemaal top. Ook de ondernemers op woonboulevard Zandonk en de top van de Efteling zijn dik tevreden. De werkzaamheden zijn steeds goed afgestemd en de weg bleef gewoon open, zonder al te grote problemen. Daar zijn we heel erg tevreden over. We hebben een uitstekende samenwerking gehad met inderdaad de overheden, gemeente, provincie, maar ook met de BAM. En dat heeft ervoor gezorgd, en dat is het allerbelangrijkste, dat onze gast daar zo min mogelijk last van heeft gehad. Naast dat het natuurlijk goed is voor de Brabantse economie, omdat die parken en de natuur kunnen groeien, is ook, hebben een aantal dingen gedaan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Een van mijn prioriteiten ook voor de komende jaren, om te kijken wat we van oost tot west aan verkeersveiligheid kunnen doen. En we hebben in dit project meteen gekeken hoe we naast al die verbeteringen ook het verkeer gewoon op een veilige manier kunnen laten doorstromen. Zowel voor de auto, maar ook voor de fiets. Dit levert ons niet meer bezoekers op. Ze hebben inderdaad in onze doelstelling naar 2020 dat we naar de 5 miljoen bezoekers toe moeten. Die doorstroom tussen Waalwijk en Tilburg die is inderdaad verbeterd. De doorstroom naar het park niet. En wat wij nog heel graag wensen en inderdaad druk daar in de samenwerking zitten met gemeente en provincie om een extra afslag te realiseren. Kortom, de nieuwe weg is weer helemaal up-to-date. Ja!